Juist omdat je die dingen, dat je er geen geld voor hebt, wil je het zo graag. Je wilt het zo graag. Zolang je de aflossing kunt betalen, is er eigenlijk geen probleem. Het wordt pas een probleem als je niet meer aan de aflossing kunt voldoen. Wij denken, nou ja, dan maar schulden. Dan hebben we in ieder geval wel een mooie telefoon. Boetes niet betaald. Rekeningen overgeslagen. Of achterstanden bij de Belastingdienst. Bijna 20% van de 18 tot en met 24-jarigen heeft hiermee te maken. En bij 20% van die groep jongeren gaat het om bedragen van 2500 euro of meer, volgens het laatste onderzoek van het Nibud. Shayera is net 25 geworden, maar voor haar leeftijd heeft ze al een hele berg schulden gemaakt. Vanaf haar 18e staat ze dan ook al onder bewindvoering. Ik woon samen met mijn moeder. Mijn echtvader die is helaas overleden, dus ik woon alleen met mijn moeder. Mijn moeder is van Marokkaanse kom af en mijn vader is Nederlands. Dus ik heb altijd wel een beetje in twee werelden geleefd. Ze is op haar 20ste is ze naar Nederland gekomen, heeft ze mijn vader leren kennen. Dat ging uiteindelijk helaas niet goed. De taal was een hele grote barrière. Dus als kleine meisje moest ik al alle brieven gaan voorlezen en gaan tolken. Ja, en dan kan het nog wel eens fout gaan, want ja, jij bent zelf ook nog een kind. Ja, wij maken onderscheid tussen jongeren tot 18 jaar en vanaf 18 jaar. En tot 18 jaar val je onder de verantwoordelijkheid van je ouders. Boven de 18 is het, wordt het een ander verhaal. Het is vaak of een huurschuld, omdat ze al zelfstandig wonen of om geld wat ze geleend hebben. Telefoonabonnement wat ze zelfstandig afgesloten hebben. Ja, en dan beginnen de echte problemen. Nee, ik heb nog geen schulden. Gelukkig nog niet. Nou, ik heb niet echte schulden. Ik heb wel betalingsachterstanden, ja. Ja, ik doe geen domme dingen. Ja, ik heb 64.000 euro schuld op mijn 18e. Hoe dat gekomen is? Ik ging naar school en ik had een lening toendertijd genomen, omdat ja, ik had gewoon geen geld. Ik was in de veronderstelling dat als je een opleiding doet, dat je na 10 jaar, dat je 10 jaar lang de tijd hebt om het te kunnen terugbetalen. Maar er zat nog natuurlijk het addertje onder het gras van ja, als jij met je opleiding stopt, dan kunnen ze het gelijk al invorderen. Dus dat is uiteindelijk is dat ook bij mij gebeurd. Ik heb onterecht kaartbezit. Dus een OV-kaart die was ik kwijtgeraakt. En ja, dus ik kon niet aantonen dat ik hem had ingeleverd. Dus dan zeggen ze onterecht kaartbezit. Nou, die onterecht kaartbezit was bijna, het zal het zijn, 2 jaar. Met rentes en alles. Schoolgeld. Boekengeld. En mijn moeder kon het niet betalen. Die zat zelf in de schuldsanering. Op een gegeven moment, ik woonde in Amsterdam. Toen ben ik in Almere komen wonen. En mijn hele vriendenkring, mijn hele vriendengroep zat in Amsterdam. Dus ik ging de trein pakken. Ja, dan maak je 1 boete, maak je 2 boetes, maak je 3 boetes. Voordat je het weet, kan je bewijs van je hele kamer ermee behangen. Ik dacht echt letterlijk, als jij 18 bent, wordt alles kwijtgescholden. Dat dacht ik letterlijk. En het is ja, best wel dom. Want ja, nu ben ik 25 en nu zie ik dat het niet zo is. Ik heb in het verleden heb ik zeker veel fouten gemaakt. Ik was onhandelbaar thuis, ik luisterde niet. Ik deed waar ik zelf zin in had. Ik ging tenminste op mijn leeftijd was ik misschien 15, dan ging ik met wat oudere mensen om. En dan wil je er toch bij horen. Dus ja, dan ga je voor het eerst ga je een blootje roken. En dan ga je voor het eerst drinken en vechten. En ja, ik weet niet wat ik daarover moet zeggen. Ik heb een periode gehad dat ik best wel onhandelbaar was. Zeker. Nou, de oorzaak dat de jongeren in de schulden komen is toch grotendeels te wijten aan de verleiding, zeg maar. Alle prachtige mooie dingen die je ziet, de mobiele telefoons, zonder ben je niks. Een andere oorzaak is dat het ook niet altijd even goed geleerd is om met geld om te gaan. Dat je weet van wat kan ik uitgeven en wat niet.
En waar moet ik rekening mee houden? Moet ik misschien wel geld reserveren en wat sparen? Dat is bij heel veel jongeren ook niet goed ontwikkeld. Dus dat zijn wel de belangrijkste oorzaken. Juist omdat je die dingen, dat je er geen geld voor hebt, wil je het zo graag. Je wilt het zo graag. Kijk, nu ben ik een aantal jaar verder en dan denk ik zo niet eens meer. Maar toen wel. Toen vond ik het heel belangrijk om met vrienden te gaan chillen, hoe ze dat noemden. En ja, ik wou er ook gewoon bij horen. Het is heel absurd dat jongeren, en eigenlijk iedereen, heel gemakkelijk een lening kan afsluiten of een abonnement kan krijgen door middel van het invullen van een kort formuliertje. Want in principe zou er eigenlijk een check moeten worden gedaan of het wel mogelijk is. Want wij jongeren onderschatten vaak hoe hoog de kosten kunnen oplopen. En aangezien wij zo verslaafd zijn aan onze telefoons, et cetera, worden die rekeningen vaak heel hoog. En dan komen wij daardoor in de problemen. Zodra je 18 bent, kun je zeer eenvoudig een abonnement nemen. Mocht je niet geregistreerd staan bij het BKR, dan kun je binnen een paar minuten genieten van je blitse mobieltje. Maar gaat dit niet net iets te gemakkelijk? En waarom zijn de telecombedrijven niet voorzichtiger? Ze lopen immers een grote kans dat de rekeningen niet worden betaald. Omdat het zo makkelijk is om een abonnement af te sluiten, geloof ik niet dat die bedrijven daar verlies op maken. Natuurlijk is al incidenteel wel eens wat verliezen op een klant, maar per saldo is dat meegerekend in alle tarieven. En het is gewoon op deze manier nog steeds lucratief om op deze manier telefoonabonnementen af te sluiten. En er is zeker een taak weggelegd voor bedrijven. Banken doen het al veel meer, zijn een stuk kritischer geworden als enkele jaren geleden. Dus het is heel lastig om wat grotere leningen af te sluiten. Maar ook voor abonnementen of de postorderbedrijven zou het eigenlijk niet moeten kunnen dat jongeren daar gewoon kopen op afkoop of via een abonnement. Dat is gewoon niet nodig. Ik denk dat de overheid een wet moet aanstellen of een wet moet maken waarin ze het moeilijker maken om een lening aan mensen te verstrekken. Ze moeten het wel verstrekken, maar iets wat haalbaar is. Iets wat wel te doen is. Kijk naar de financiële situatie. Nou, je ziet diegene kan wel of niet lenen. Maakt het ook wat moeilijker. De overheid, het zal heel lastig worden voor de overheid om wetgeving te maken, om het moeilijker te maken om abonnementen of leningen af te sluiten. Want het gaat natuurlijk niet om alle jongeren of om alle mensen die daar problemen mee hebben. Het gaat om een klein gedeelte. Daar zullen ze geen wetgeving op gaan maken. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar wat ze wel kunnen doen is technische middelen inzetten. Die zijn er. In Engeland heb je bijvoorbeeld het financiële rijbewijs, zo heet dat dan. Financieel cv. Maar met dat rijbewijs kun je bij winkels of bij hypotheken korting krijgen. Het werkt als volgt. Alle informatie van jou over jouw financiële verleden of in je huidige situatie wordt daar geregistreerd. Is opvraagbaar als klant. Dus je kan je eigen financiële rijbewijs opvragen. Met dat papiertje kun je naar de winkel of naar een hypotheek verstrekken. En zo simpel kan het zijn. Ik denk ook dat het toch heel goed uitvoerbaar is ook. Maar blijkbaar spelen er toch andere belangen waardoor het niet van de grond komt. Wat dat is, weet ik niet. Ik ben geen politicus. Want daar zal het beslist moeten worden of we met een dergelijk systeem aan de slag kunnen. Technisch is alles mogelijk. Ik was net 18. En ik ben nu 25 geworden. En ik zit er nu nog in. Dus ik heb best wel een hele tijd van mijn leven heb ik in dit soort dingen, zit ik in het rondje eigenlijk. Naar mijn mening ben ik niet goed geholpen. Ook niet goed begeleid. Mijn eerste bewindvoerder die was heel erg laks. Die dacht alleen maar aan geld binnenhalen, maar niet de schuldeisers betalen. Ze hebben... Op een gegeven moment heb ik ook heel veel bewijs van. Ik heb een heel dossier heb ik opgebouwd. Dat al mijn geld die daar binnenkwam, er werd bijna niks van betaald. Echt bijna helemaal niks. Ze pakten geld af en zetten het onder het kopje overig. Op Trosradar stonden ze, op Opgelicht stonden ze. Ze waren echt een van de slechtste bewindvoerders die ik ooit in mijn leven heb gehad. Dus uiteindelijk ben ik naar advocaat gegaan, rechter. Heb ik ze kunnen ontslaan, gelukkig. En nu zit ik bij een andere bewindvoerder en nu zie ik eindelijk van het kan ook de goede kant op gaan.
Almere scoort eigenlijk net zo hoog als andere steden, dus hoger als het landelijk gemiddelde. De problemen zijn nu dus ook aanwezig en daar moet echt aan gewerkt gaan worden om dat te verminderen. En dat begint al bij de gemeente zelf, voorlichting geven, mensen die aan het loket komen ook adviseren. Per 1 januari komt ook de participatiewet, gericht op de zelfredzaamheid van de burger. Nou, daar zijn wij een groot voorstander van, maar laat vooral ook het financiële gedeelte daar een aandachtspunt zijn, want dat is echt belangrijk. Preventie, mensen wijzen op waar ze recht op hebben, waar ze eventueel aanvullingen kunnen krijgen, is van wezenlijk belang, want voorkomen is beter dan genezen. Ik denk persoonlijk, als er bijvoorbeeld wat meer voorlichting is geweest of er is voor jongeren, niet alleen voor jongeren, ook voor oudere mensen, dat ze de drempel wat lager zetten, dat mensen makkelijker om hulp gaan vragen, dat het in eerste instantie niet eens zo ver hoeft te komen. Als je dingen niet op tijd doet, niet op tijd betaalt, als je geen goede voorlichting krijgt van bepaalde mensen, en ja, dan ga je toch gewoon je eigen gang gaan. Ik vind het inderdaad zelf wel belangrijk om een hele mooie telefoon te hebben. Maar het is voor mij zo, als ik geen geld heb, heb ik geen geld. Dan zal ik ervoor moeten sparen. Ik heb het grotendeels meegekregen van mijn ouders. Maar mijn zusje heeft hetzelfde meegekregen. En die is heel anders met omgaan met geld. Ik denk dat ik dat ook zelf heb ontwikkeld. En dat ik zie dat als ik heel veel spaar, dat ik er ook heel veel voor terugkrijg. En dat ik daar later weer veel mee kan bereiken. En dat ik me nooit zorgen hoef te maken. En dat vind ik wel heel fijn. Nederland verandert in snel tempo van een zorgstaat in een participatiemaatschappij. De verantwoordelijkheid van ouders en onder andere de scholen wordt alsmaar belangrijker. Ja, een grote taak liggen er voor scholen en voor ouders. Zeker voor ouders ook, want je kunt niet alles afschuiven op de scholen. Het is een duidelijke taak van ouders om hun kinderen om te leren gaan met geld. Dat gebeurt ook wel. Heel veel kinderen worden ook gewoon goed financieel opgevoed. Maar ook een groot aantal nog niet. Dat kan beter. Er zijn ook allerlei sites voor, onder andere van het Nibud, waar hele handige tips op staan voor ouders. Maar ja, moeten ze ook wel weten en moeten ze ook wel tijd voor maken. En die ontbreekt ook wel eens. Nou, hoe het nu met mij gaat? Nou, dan begin ik gewoon gelijk van te smilen. Het gaat echt goed met mij. Op dit moment werk ik bij een rijschool. Bij evenementenbureau. Ik heb een opleiding stewardess gedaan en ik hoop dat ik daarin verder kan gaan natuurlijk. Ik ben bezig. Ik ben aan het einde van mijn schuld hopelijk, heel snel. Dus ja, ik heb er heel veel. Het was voor mij een hele leerzame periode. Echt. Ik heb zoveel dingen gezien, ups en downs, dat ik nu gewoon, ik ben blij, ik heb mijn diploma, ik weet wat ik wil. Nu de laatste loodjes nog. Maar ik kom er wel, zeker.